Wel, ik heb met Richie al een film gedaan en dat was Memories. En zo kende hij mij al. En dan zocht hij nog een meisje voor de film Rose. En dan dacht hij, Rune kan misschien terug meedoen. Heel leuk, dat is ook een gezellige sfeer. En ja, er waren soms wel wat minder momenten, zoals dat ik moest net nep kotsen. Dat was wel een raar gevoel. Ja, toch wel, want mijn mama zei van hey, Richie heeft je daarvoor ingeschreven. En dan zei de volgende dag of zo, had ik hem dan de prijs gewonnen. Dan was ik wel verrast. Ik vond het een beetje een zielig verhaal, omdat ja, door wat er met die jongen in het echt is gebeurd, en dan speelt je wel wat mee in dat verhaal. En dan, ja, dat is raar eigenlijk ook, een beetje. De scène waar dat ik aan het raam zit en mijn mama het bord van verkocht uit de grond zie rukken. En dan draai ik me om met de bloedneus en bloed uit mijn mond. Dat vond ik wel heel mooi en zielig ook. Heel erg leuk. Hij had zo een Nederlands accent en dat vond ik wel goed passen bij hem eigenlijk. Want ja, hij moest dan zo'n dokter spelen. Ik vond dat wel goed bij zijn rol passen. Ja, dat was ook heel leuk. Ze leefde zich echt goed in. En ik vond het wel leuk, want ook toen ik doodging, kon ze echt tranen krijgen. En dat vond ik wel goed eigenlijk. Ja, dat vond ik ook wel leuk. En vooral ook omdat hij in het begin zo eigenlijk een heel lastige klant is geweest. En dan toch eigenlijk iets goed doet, dat vond ik wel leuk en ook bij hem passen. Dat was ook heel goed eigenlijk, want het was niet de eerste keer dat ik met hem samenwerkte, dus ik was al op mijn gemak eigenlijk bij hem. Want meestal is het zo dat je iedereen nog wel moet leren kennen. Maar als je dan wel eens samengewerkt, ja, dan is dat iets makkelijker. Dat was ook heel erg tof om met Tilkesje samen te werken. Ik vond het ook heel tof eigenlijk dat er twee regisseurs waren. Ik kon ook zo ja, iets meer van twee verschillende smaken of zo. Als er dan iemand vindt, het kan beter zo of anders.